Super, 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 super tof dat jullie weer kijken. Lijkt net zo'n stotterige persoon, terwijl ik dat helemaal niet ben. En te respectheid, sorry, ik wil daar niet meer spotten. Maar ik ben gewoon te enthousiast altijd. Met de intro, met het beginstukje. Super, super, super tof dat jullie weer kijken. Dat is weer een nieuwe video. Ik zou wel zeggen. Sorry, ik ben net weg van het werk. Ik ben super moe. Ik zou het alvast zeggen. Dit is de twee delen vlog, want morgen wil ik verder filmen. Vandaag is het dus donderdag en ik heb lekker gewerkt. Het is nu, kijk hoe laat. Net 7:30 geweest. Dus ja, ik heb al gegeten toen ik uit het werk kwam. Ik heb de hond net uitgelaten. Als ik als deze werk kom, denk ik echt zo van, ik wil even lekker ploffen op de, mijn bed, op de bank of op mijn bed, wat dan ook. Mijn ogen zien er niet uit, ik ben duizelig, ik weet niet hoe dat komt. Ik heb net gewoon gegeten, ik heb twee Oreo ijsdingen gehad, echt super lekker die van de Ola weer. Het ligt dus nu op mijn bed en ik ga straks mijn koffie even inpakken, want ik ga morgen na turnen. Ik bedoel... Ik moet morgen werken van 9 tot 3. Ik moest even nadenken, tot 2:45. En als ik thuis ben... Nee, vanuit het werk moet ik direct door naar turnen. Want turnen heb ik van 4 tot 7. En als ik dan klaar ben met turnen, dan ga ik naar huis. Dan is het rond 7:30. Dan ga ik eten. Pannenkoeken heb ik al gehad. Ik ga lekker pannenkoeken eten. Mijn lievelings eten. En daarna ga ik direct door naar Eline. Die is jarig. Ik zou eerst naar Rianne gaan. Ook een beste vriendin. Die hebben jullie ook wel in mijn vlog gezien. Maar dat komt niet goed uit. Want dan ben ik om rond 8:30 bij haar. En dan was ik 9:45 alweer opgehaald. Dus dacht ik van, dan kom ik liever volgende week bij haar. Dan sla ik turnen gewoon een keer over. En dan ga ik gewoon na de tijd naar haar. Gewoon naar werktijd direct. En dan heb ik gewoon lang bij haar. Dan ben ik tot 9:45 of zo bij haar. En dan pak ik de bus. 4 uur tot 9:45 ben ik dan bij haar. Daar heb ik meer aan dan dat ik gewoon 8:30 bij haar ben en dan ja tot 8:45 er ben. En dan word ik al opgehaald en dan moet ik naar Eline toe. Dus ja, maar morgen ga ik sowieso filmen, maar nu ga ik jullie zo om te filmen wat ik in mijn koffer doe. Zeg maar meenemen en wat ik sowieso niet kan missen als ik een weekendje wegga of wat dan ook. Ik baal wel dat ik niet aan haar kan. Het is best wel lastig. Verre reizen en zo, zeg maar. Dan moet ik na turnen naar huis eten. Dan moet ik nog naar haar toe. Ben ik rond 8:30 bij Japa, zei ik. En dan... Ja. Houden. Mijn turn houden in. Oh ja, en dan moet ik nog 2 bussen pakken, dus overstappen. Dus ja, daarom ben ik zo laat bij haar. En ga ik niet rechtstreeks de bus naar haar toe. Dus dat is lastig. Maar ja, ga ik volgende week gewoon een gezellige dag met haar maken. Dat heb ik dan liever dan dat ik zeg maar moet haasten. Zij is zeg maar 5 september jarig. Vandaag dus. En Eline die is morgen dus jarig, 6 september. September, dus dan wordt het nogal lastig dat de 2 vriendinnen achter elkaar jarig zijn. Weet je welke liedjes ik nog ken van school? Van die liedjes, happy birthday liedjes en zo, verjaardagsliedjes. Sorry, ik kwam even niet uit mijn woorden. Ik ben super moe en duister. Het is heel mooi. Happy birthday to you, voor de deur staat een koe. En die koe zegt, I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voor de deur staat een koe. En die koe zegt, I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sorry. Hallo iedereen. Goedemorgen iedereen. Het is alweer de volgende dag. Het is vrijdag. Waarom heb ik gisteren niet verder gefilmd? Omdat mijn camera leeg was bijna. Ik had hem gewoon niet opgeladen gistermiddag. Ik bedoel gisterochtend. Dus dat is een beetje dom. Maar nu is het bijna weekend. Ik ben net uit bed. Ik ben dus al een tijdje in bed. Ik heb me al lekker klaargemaakt voor de dag. Ik heb deze paardenstaart in. Zeg maar een hoge paardenstaart een keer. Want dat is wel makkelijk voor turnen. Normaal doe ik altijd een knotje in. Maar dat is niet zo lekker als je een koprol of zo moet doen. En ja, ik heb deze werkshirt gewoon aan. Met die riem van de Action. Action hebben soms echt leuke riemen. En ik heb deze Dimin broek aan. Met, laat jullie even zien, in de spiegel, dat is iets makkelijker. Deze, met deze happy socks, met hamburgertje en milkshake, dat is echt super leuk. Nou, ik ben helemaal gek van happy socks. En gisteravond heb ik niet verder gefilmd met koffie inpakken, dat mijn camera leeg was natuurlijk. Dus ik laat jullie een beetje zien hoe ik mijn koffer altijd indeel en zo. En ja, wat ik gisteren al zei. Wat ik sowieso niet kan missen als ik weekendje wegga. Of een weekje of wat dan ook op vakantie en zo. Ja. Ik heb deze paarse koffer mee. Ik laat hem straks even beter zien. Ik heb al een paar dingen ingepakt. Zeg maar opvouwen. Ik rol alle kleren altijd op. En hier liggen mijn shirts in. Twee paar shirts. Hier mijn broeken. Oh ja, die moet ik nog trouwens hier neerleggen. Mijn broeken. En hier heb ik een trui in gedaan als het iets kouder is. En een jurkje erbovenop. En nu laat ik jullie zien wat ik nog meer meeneem. En wat ik sowieso niet moet vergeten. En sowieso, nummer 1... is van mijn spullen is mijn camera. Die neem ik sowieso mee, want ik wil morgen wel filmen natuurlijk voor jullie. Kijk, dit is toilettas van de kruidvat. En daar heb ik zeg maar mijn cupdoekjes in. Hier heb ik mijn elastiekjes in. Mijn deodorant. Mijn cup. En hier een haarelastiekjes. En dan komt er nog mijn borstel erbij in. Mijn pil. Ja... waar ik niet ongesteld word. En... oh ja, eigen shampoo. Dat neem ik ook altijd mee. Want dat vind ik veel fijner. Mijn eigen shampoo meenemen. Nou, jongens en meisjes. Ik slaap ook met een slaapkapje. Want ik wil echt geen licht hebben als ik slaap. Dus die neem ik ook mee. Zeg maar sokken. Deze happy socks met regenboogs. En deze zijn ook heel super schattig. Laat me zien. Hier zie je gewoon een normale sok met roze, lichtroze. En hier zie je gewoon een konijntje aan de achterkant. Super cute. Nou, ik neem 2 pyjama's mee. En dan vragen jullie zeker af waarom 2 pyjama's. Nou, het weer kan afwisselend zijn. Ze zeggen dat het best wel regenachtig weer wordt, koud weer. Maar ik weet niet wat het weerbericht soms doet. Dus ik neem allemaal altijd verschillende dingen mee, ook qua kleding. Lange mouwen, korte broeken, jurkjes, lange broeken, zo. Deze pyjama heb ik van Hema. Met watermeloentjes, echt super leuk. Je hebt hem ook in koffie en dat soort dingen. En deze heb ik van de Primarkt. Gewoon korte mouwen en dan met de lange broek. Joh. Dan neem ik natuurlijk ook altijd een vest mee voor 's avonds als het iets kouder is, iets koeler. Dit superleuke vest van de Esprit. Neem ik bij mee. Neem ook nog een leren jasje mee. Want als iets koeler is en ik heb korte mouwen mee. Dan doe ik deze aan. Panties. Ondergoed. Vipa. En 2 hemdjes. Nou ja, ik neem ook nog mijn tandenborstel mee. Die doe ik meestal in een plastic zakje, want ik hou wel van hygiëne en zo. Dus die doe ik netjes in een plastic zakje. En ik neem altijd 2 knuffels mee. Ik neem ook altijd zelf mijn kussen mee. Dat vind ik ook altijd super fijn. En ja, ik heb mijn koffer al ingepakt. Helemaal klaar voor het weekend.
Nou, ik ga zo naar het werk, maar voordat ik dat ga doen, ga ik mijn turnspulletjes nog even inpakken. Want na het werk moet ik direct door naar turnen. Dus ja, dat laat ik jullie mijn turnpakje even zien en zo. Wat ik vandaag aan ga doen, ik heb de drie. Ik heb een donkerblauwe en een eentje met zwart en blauw en glittertjes. Nummer 1 is mijn allernieuwste turnpakje van de Decathlon. Hier met die glittertjes. Ik bedoel glittertjes. En hier van die glans, zeg maar. En hier bij het broekje ook. En deze vind ik echt super lelijk. Dat is het originele pakje. Ik vind hem echt helemaal niks aan. Deze heb ik al vanaf mijn 11e. Dus ja. Dit turnpakje heb ik denk ik nu 5 jaar of zo. Vanaf mijn 16e. Hier heeft hij groene steentjes met witte steentjes. En hier groen glans met witte glans. En dan doe ik dit broekje erbij aan. Maar ik ga nu naar turnen. Ik bedoel naar het werk, sorry. Helemaal blunderig. Ik zie jullie vanmiddag weer. Nee, morgen. Ik zie jullie morgen weer bij het feestje en zo. Dus tot morgen. Doei doei. Oh nee, goedemorgen. Nee. Nou, ik ben bij huisje regeling en gisteren hier gekomen natuurlijk, zei ik al. Maar ik ga nog niet even filmen, stretch. Ik ben net wakker en de rest ook. Gisteren superleuk verjaardag gehad van Iline. Dit is een meid. Die is alweer 20. En ja, we zijn al een tijdje wakker zoals jullie zagen. Ik zag er echt niet uit in mijn pyjama. Ik ga helemaal door de war. Ik heb dit jasje aan van de Omi. Dit shirt van de H&M. En deze broek van de Sting. Met de glitterrand er langs heen. En we zijn helemaal klaar voor de dag. En Marije is de oog. Marije is ook klaar voor de dag. Alleen de schoenen en sokken nog. Ja. En jullie ook, mooi jurkje aan. Hallo! Van Terstal. Die zijn helemaal in. Ja, echt super leuk. Terstal in Lachen. Met het goud. Ja. En ja, vanavond feestje van Iline. En gisteren hadden we verjaardag gehad van Iline. En ja, we gaan nou eten. Ik kom er niet meer bij, ja. Ze komt er niet meer bij. Bukken. Kijk dan wat leuk. Iline heeft ook een huisdier, visjes en nog een hond. Een superleuke hond. Hi Binky, jij denkt van wat is dit nou weer? Wat doet Amy? Oh, ik heb ingezoomd. Dit is Binky, dit is een jongetje. Een heel lief hondje. Die houdt van likken en van spelen en zo, hè. En een lieve schat. En ze heeft ook nog konijntjes, superleuk konijntjes. Oh, oh. Mijn ontbijt. Yoghurt met honey pops, met chocolade pops. En lekker chocolade beschuitje. Smullen, smullen. En zometeen nog thee. En Marije heeft ook chocolade pops, honey pops met yoghurt. En ze heeft nog crackertjes met pasta en nog meer, Marij. Dat was het. En koffie. Goed zo, lekker. Oh, de zon schijnt. Ze zeggen dat het geen regen vandaag. No way. Ik zie het nog wel. Kijk, en ze heeft ook nog lekker een mooie konijntje. Lekkere mooie konijntjes. Ik ben heel schattige konijntjes. Twee van die wit-zwarte. Inzoomen. En als dessert van de lunch, ik bedoel van de ontbijt, en kwarktaart is nog over van gisteren van de verjaardag. En vanavond ook nog lekker kanen, hè? Ja, kanen. Ja. Gezellig met mijn besties. Dit is mijn knuffelbedje. Ja. Yeah.
En ze is mijn schatje. Hallo. Mijn lachenbekje. Hoop dat. Doe ik dat. Seconden verder en ja, een paar minuten. En we zijn nu in Londen. En we zijn nu bij de Jumbo. Ik heb een paar boodschappen halen voor Eline's feestje nog. En ja, mijn shoe hier gehaald en bij de Lidl nog wat gehaald. Mooi. Echt een mooie grote afdeling. Mooie grote Jumbo. Kijk die mooie. Hakkensprintjes. En dan gaan we zo nog shoppen. Winkels kijken. Nou! Gelukkig hebben we nu mooi weer bij je, hè, dames. Ja. Toen straks is dat bij. Ja. Nou schijnt de zon weer. Wat een vaag weer. Altijd soms. Soms. Primera. Lochem. Ja, kijk hier. Kijk. Mooie knusse winkeltjes. Ik wil geen geld even bij me. Nee, alleen ijskoffie vind ik ook niet. Ja. Ik zie wel. Ja, precies. Ja. Ik wil niet veel. Bij de koets. Oh, zie. Heb je mooi color, hè? Dat is mijn... Ja, en Eline die werkt bij de Kruidvat, hè? Kruidvat manager. Ja. Kruidvat manager, dat bedoel ik. Net lekker Milka gehaald. Wow. Bij de Kruidvat. Straks proberen. Bij de Fono's. Oh, we gaan eerst wat eten en dan gaan we. We zijn nu bij de Bakkerbar. Zijn jullie net? Even wat eten en Marijertje. Nieuwe foto van die moest nieuwe laten. We hebben laatst over de dagen. Udine heeft een sausijsjebroodje. Marije heeft een frikandellenbroodje. We zijn nu bij de Bakkerbar, zei Udine. Even wat eten en Marijertje. Ik heb een pizzabroodje, warme chocolade op de scharon. En een frikandellenbroodje. En Marije heeft ook nog chocolademelk. Oh nee. Smoothie en jij ijsie. Wij hebben lekker gegeten. Nu gaan we weer verder winkelen. Bij de Hema. Hele andere Hema. Heel kleine. Dan in Haarsbergen. Blijf jij bij mij? Ja. Kijk, die zit. Ja. Hier. Chocolopon. Is hier. Zie man. Ik wat zou ik van Marije nemen? Ik durf voorzichtig. Nou, nu bij de blokker. Lina heeft ook een fun gekregen, zeg maar. En dan zeg maar met zo'n krul fun ding. Deze zo. Ja, zoiets. Wel baby kleertjes, cute. Ja, daar hadden ze dan nooit baby kleertjes. Kijk, Zwitserland is ook altijd zo lekker. Ruikt ook altijd zo lekker.
Kun je nieuwe twister? Wat? Ja, wij thuis ook nog. Heel grappig, ja. Ik heb echt zoveel spullen. Soms schrift de bus tijden niet goed aan. Nura. Zora. Nee. Ja. Die en we zijn Marije kwijt. Die, we waren aan het stappen in de winkel en nu weet we niet waar ze is. Dus dat wordt nogal zoektocht. Jol. Oh, ja. Nou, we hebben Marije gevonden. En douchegordijn even kijken. verlaten, inspireren. Hè? Straks nog even naar de action even kijken. Altijd leuk om rond te neuzen. Want ja, Dina en ik gaan zo'n spelletje halen. En dan doen we ieders de helft. Dus dat is wel leuk, zo'n leuk spelletje. En die willen we dan vanavond ook doen. En twisten en wat dan ook. Kijken. Dan gaan we straks met de bus terug. Maar ja, hij geeft de bustijden niet echt zo goed aan. Alleen maar de treintijden. Dus dat is nogal kut en irritant. Dames. Ja. Oeh. We gaan eens op een milkshake halen en dan de action. Want als ik me warm werf, vind ik altijd een milkshake wel lekker. Altijd als ik in de stad ben. Lekker smal aan werven de kanen. En vanmiddag, nee, vanavond was het ook echt super leuk. Lekker milkshake, van aan. Ja. Nu naar de action aan het lopen. Jullie hadden het over. Paraplu is niet meer nodig. Goeie. Ja, dames? Nee. En even prullenbak zoeken voor de milkshake ding. Ja, ik zie al het prullenbak. Kijk, daar is de prullenbak. En nu bij de action. Waar is dat dan? Emi. Ja, niet meer, maar. Kijk, Eline heeft een mooie verjaardagscadeau gevonden voor haar verjaardagsgeld. Wie weet, echt leuk. Zo'n box, dikke vette box. Kijk, dit is allemaal herfstspullen. Oh ja, dat kan ook wel. Superleuk. Een beetje. Kijk, als ze hier ook voetbalspullen hebben. Hier hebben ze echt voor alles. Altijd leuk bij de action kijken. Hier tassieapparaat, pannenkoeken, alles. Bakspullen. Kijk, Marije heeft een superleuk kussen gevonden. Kan je die ook veranderen? Of? Nee. Jammer, niet net zoals zo'n shirt. Kijken. Kijk, superleuke onesies. Hebben ze hier ook. En deze is echt veel te warm om te dragen, maar wel leuk voor de winter. Pyjama's. Dat is ook best leuk, pyjama's. Kijk hoe mooi gekoord speelgoed ze hier hebben bij de action. Niet normaal. Ja. Maar ja, ik wil alleen de leuke momenten filmen, anders is er ook niks aan. Nee. We zijn nu in de bus. Moet je wel weer op die drukken. We zijn nu bij Bargum en we gaan zo meteen even hapjes maken en dan eten en dan straks lekker feesten. En misschien ga ik nog even wat anders aan trekken. Gezondheid, dan wordt het mooi weer morgen. Het is al mooi weer. Twee keer, oh ja, dan moet je nog een keer, hè? Doel. Nou, wij gaan hapjes maken. Ja. Wat voor hapjes gaan we maken, Eline? Tjoerd ham, boterham was met agurken.
Kijk, ik heb nog kaas over gisteren, dus kaas nog erbij. En de kleine gehaktballetjes heb ik nog. En de rest chips en lekkere sushi. Ja, super lekker. Ja. Zo zien de hapjes eruit. Hallo. En Marije die is aan het stofzuigen. Alles netjes maken voor de visite. Alles schoonmaken en zo. En nou regent het weer. Ja, ja. We zijn nu met z'n drieën aan het wachten op bezoek. Ja, feestje. Feestje. Yes. Daar is de feestparken. Hallo, ik ben de feestparken. 20 jaar. Alle 20. Alweer 20. Helemaal. Jeffrey is er zo. Zo, de eerste bezoek komt er al aan. Ja. Dus we zien jullie straks wel weer. Tot straks. Tot straks. Kijk, daar is het eerste feestgarel. Hallo. Jullie. Mooi nieuw camera. Ja, nieuw. Heel Binky. Binky is Binky heeft ADHD, hè Binky? Nou, lekker en dus. Ja, Tessa is dood. Tessa is dood. Maar ik zie het niet. Ik ben nog binnen met een gouden armen, dat is een ronde waarmee je schrijft. Hier daar. Je tanden zo. Ja, dat kan toch nog wel niet. Ja, dat kan wel. Kan ik niet. Ja, kijk. Zeg eens waar, ga wel. Allemaal. Nee, ik denk per beurt dat je een keer gaat. Ja, ja. Nou jongens, let's go. Oh ja, dame. Ja, ik heb wel iets in mijn hoofd. Iets eten of zo? Of eten of... Ik wil drinken. Ik ga lekker snel. Ja, drinken. Drinken. Ja, dat gaat niet goed. In de telt erom was. Elina, pak je even een doekje voor onder. Ja. Dat gaat niet goed, Jeffrey. Dat gaat niet goed. Ik moet houden die doek. Oké, gewoon. Open leeg is. Ah, dat moesten we doen. En dan krijg je steeds meer. Oh ja, tuurlijk. Ook als je dat goed geraden is, mag je houden. En is één punt waar ze hebben verkeerd gedaan. Dus ja, dus zullen we even. Opnieuw beginnen dan. Ja. Ga jij beginnen? Lekker. Ja. Deze de wat? Nee. Nee, dat denk ik dus niet. Dat is allemaal klaar. Dat kan niet. Oké. Okay. Die moet je moet alles aan, hè? Yes. Yes. Ik wil eerst bedenken over die. Wacht, denk ik. Ik ga de eerste ding dat je gewoon gelijk moet. Denk, wat denk je? Ja. Dat je dat zo niet zegt? Dan? Ja, wel. Welke? Kaas? Waarom blauw? Is dat kunstgeluid? Ja, van het lijn voor het kunstgeluid. Ja, dat is zo denk ik. Mag niet zien, mag niet zien, mag niet zien. Ik ook niet. Ja.
Een stuk water pepersaus bestellen. Moet ze pepersaus bestellen? Wat? Biefstuk! Biefstuk! Biefstuk? Ja! We moeten pepersaus bestellen! We moeten voor de biefstuk pepersaus bestellen. Ja! Ja? Oké, okay, verder! Bijna afgelopen! Blauw! Nou, we hebben nu net het spel gedaan, dat was echt super leuk. En nu gaan we lekker buiten even chillen, want hier is het super warm binnen. Lekker chillen buiten, disco buiten, hè Tess? Met een mooie bakje, Tess, hè? Zo! Ja, ik weet hem, ja! Hallo iedereen, goedemorgen. Het is alweer zondag en ik was vergeten af te sleutelen gisteren. Dus ja, het is zondagochtend en ja, ik ben net wakker. We zijn net wakker. Binky is ook weer wakker. Het was een super leuke verjaardag. En nog net nog een plaatje. Ja, ja, en nu lekker een beetje. Het was een leuke verjaardag, hè? Ja. Nou, ik hoop dat jullie dit video leuk vonden. Zo ja, doe dat zeker een duim omhoog. Dan gaan we net zeker doen. En duimpje omhoog. Tot de volgende video. Doei.